Ja. Ik ben nu in Den Haag bij Greens in the Park en daar wordt groente verbouwd in deze moestuin. En dat wordt vervolgens opgegeten in dit restaurant. Super lokaal en lekker, maar dat is nog niet alles. Maaike, dit is niet een gewone moestuin, maar een zorgmoestuin. Klopt. Wat is dat? We werken hier met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En we bieden deze mensen arbeidsmatige dagbesteding. Het lijkt mij zo fijn om zeg maar, met het leven zelf te werken. Nou, dat is ook het fantastische van deze plek. Eigenlijk alles wat hier gebeurt is een metafoor wat bij de mensen in zijn processen ook gebeurt. Door ritme te bieden en structuur, echt hele basale dingen, kunnen mensen echt groeien aan deze plek. Hartje. Ja. We zijn aardappels voor je aan het sorteren. Hoeveel kilo heb je nodig? 5 kilo. Nog een kilootje. Nog een kilootje erbij? Ik heb gehoord dat jij hoofd eetbare bloemen bent. Ja, dat klopt, hè? Dat klopt. Deze zijn voor de salade meestal. Ja. En daar gebruiken ze alleen de bloemblaadjes van. Het is heel simpel. In een koffiefilter. In een koffiefilter, want dan blijven ze goed beschermend. Hey, hoe is het voor jou om in deze tuin te werken? Nou, heel erg leuk. Ik heb weer structuur in mijn leven gekregen, in mijn week, in mijn leven. En ik heb weer een doel en het is hier heel rustig en het is hier ook heel fijn om te werken. En heel de goede begeleiding. Wat heeft het in jou veranderd? Het heeft best wel veel in mij veranderd. Ik ben zekerder geworden. Dat is één ding wat waar is. En ik heb meer vertrouwen in de mens gekregen ook. En ja... Dat is fantastisch. Want dit kleine zaadje gaat ontkiemen is toch altijd wel een wonder, hè? Ja. En heb jij iets waarvan jij denkt, oh, ik hoop echt dat dat in mij ontkiemt? Ja, innerlijke rust. Ja. Ik ben hier eigenlijk ook gekomen om innerlijke rust te zaaien. Mooi. Ja. Lukt het? Ja, dat lukt wel. Ja. Een beetje luisteren naar de bomen. En dan komt er af en toe zo'n kikker voorbij of muizen. Weet je wat? Het is heel basis. Het is heel gewoon echt de basis van het leven is. Ik vind het echt fantastisch wat jullie hier voor elkaar krijgen met de tuin, met de mensen. Ja, dat is mede mogelijk gemaakt door een aantal partijen, waaronder Stichting Doen. Ja. Die deze tuin heeft mede gefinancierd en waardoor de tuin kon worden aangelegd. Zullen we het maar eens gaan brengen?